Met een zonde, zeg maar jongens. Ik zou ook 7. Lekker. Maar, nee, ik heb ook een muziek. Oh! Dat wist ik wel. Ja. Nou, maar ik vind het een beetje onrustig eigenlijk. Ja, misschien moet je zelf een beetje... zwermvogels bovenaan. Nee, misschien moet je zelf een beetje rustig doen. Oh, ik ben een beetje ontspannen, man. Jezus. Je staat de hele tijd, sta je... Trouwens, wij zitten nog helemaal niet in de eerste scène. Nee, jullie zijn. Hoe doe je eigenlijk? Kom, gaan we naar de bar. Succes, hè. Ja, hallo, met die erotische scènes, ik ben er in principe goed van afgekomen. Of goed, ja, het is me net hoe je dat interpreteert natuurlijk, maar in principe hebben die andere drie, die hebben toch wel flinke dingen moeten doen. En op zich is het door Stefan, de regisseur, prachtig in beeld genomen allemaal en is het heel esthetisch, maar er moet toch een dame zonder slipje over het hoofd van Danny heen klimmen en die zit dan zo'n stukje met haar kruis boven zijn gezicht. Er gebeurt helemaal niks, maar dat zijn toch hele intieme dingen en dat moet je maar net even doen en dat moet je maar net eventjes willen en kunnen en durven. En nou, daar heb ik echt heel erg bewondering voor. Danny ligt er ook in zijn slip, die wordt uitgetrokken. Wij zien dat niet in de film, maar dat zijn toch hele kwetsbare momenten en ja, dat heb ik allemaal niet hoeven doen. En met petje af voor die drie, met broek uit voor die drie. Ja, ja. Dat is de vuurdoos. Stel wijven zijn we toch? Ja, we hebben van tevoren even een borrel gedronken, ja. Voordat we daar gingen beginnen. Dat is toch. Ja, dat was toch wel spannend. Nou, ik vond het heel spannend om te doen. Vooral een kick. Ik heb heel erg iets van, het was niet saai. En het was niet saai. Dus dan zit ik in dat bed en denk ik, nou, ik ben in ieder geval niet in de supermarkt, in Leiden, in de rij, achter een kar, weet je. Dus ik heb altijd iets van, oké, mijn moeder heeft weer een avontuur. En de andere kant is dat ik vond het enger om te doen dan ik dacht van tevoren. Ik had het echt onderschat, terwijl ik er best tegenop zag. En ik vind, ja... Ja, maar dat werd ook wel allengs makkelijker. Hoe heb je dat topje en broekje aan? Nou, ik vind dit ook dat kan ook wel, ja. Ik vind het namelijk wel leuk dat het gewoon iets anders is dan wat aftrekken. Nee, want die dingen kunnen we niet. Ik ben zelf ook altijd een van degenen geweest die, wanneer ik het in Nederlandse films zag, dat ik vaak dacht van jongens, waarom? En het is nergens voor nodig en het is alleen maar even om lekker te willen wezen en zo. En ik heb in mijn voorgaande projecten als 12 steden 13 ongelukken en de serie Blauw Blauw heb ik ook een vrij scène gedraaid waarin ik eigenlijk al zoiets voelde van nou, ik wil daar wat meer mee proberen te doen. Niet alleen maar mooi filmerij, maar om te beginnen vind ik absoluut dat er drama in moet zitten in een vrije scène, want anders ja, kijk je eigenlijk alleen maar naar niets of naar het blote lijf en verder niets. Dus ik ben altijd een voorstander van om ook juist in dat soort scènes een dubbele laag aan te brengen. Ja. Ik vind het wel mooi. Kan jij dan het shot openen dat je die aan het vastmaken bent? Oh god, ja. Goed. Dus we zijn daar gewoon ingedoken en op een bepaald moment merkte je ook dat het, merkte ik ook heel sterk, Dat het gewoon vanzelf ging. Dat het ook, ja, je volgt je gevoel heel erg en je doet dingen waarvan je denkt dat het er mooi uitziet. En op zich waren we totaal niet belemmerd door een camera of wat dan ook. Want die wil gewoon om ons heen en we hebben gewoon gedaan wat we dachten dat goed was. En hier en daar werd er gestopt en werd er even geroepen van kijk nog even zus of doe nog even dit of pak dat nog even terug. Of... Nee, je doet niks, echt. Nee, maar dat is juist zo raar, want normaal put je natuurlijk altijd uit je enorme reservoir aan herinneringen. Alles wat je speelt, wil je natuurlijk, zoek je altijd in jezelf naar hoe was dat toen, hoe voelde dat, wat doe ik dan, hoe beweeg ik dan, of hoe beweegt iemand in zo'n situatie. Je bent altijd op zoek naar een soort authenticiteit daarin. En nu wil je natuurlijk, tenminste ik, niet het achterste van mijn tong laten zien in zo'n scène. Je gaat niet echt vrijen, je laat ook niet echt zien hoe je dan bent. Je laat maar een gedeelte zien, maar je moet het toch spelen. Dus je zit heel raar op een soort lijn tussen wat je echt doet in zo'n situatie misschien.
En, wat je, en tegelijkertijd wat je ook weer niet wil laten zien. Dus het woonde me behoorlijk uit. En dat gold voor de anderen ook wel. We waren daarna allemaal echt helemaal kapot. Dus. Ik wil niet meer aangeraakt worden. Klaar, weg. Laat me los. Dat soort gevoelens. En daarna hebben we nog een borrel genomen om even te vieren dat het allemaal heel erg goed gegaan is en zo. Maar het was een hele enerverende scène. En ja, hij is ook erg mooi geworden, denk ik. Ja. Ik heb Jack. Mag los! One take actor! Nee, we zijn er nog niet. Wat ook heel banaal klinkt, maar wat gewoon ook lastig is als maker, als je zo'n scène bedenkt, is dat je op een gegeven moment aanwijzingen moet geven en beestjes bij naampjes moet gaan noemen. En dat is en blijft lastig. Dan moet je door een soort van barrière heen, als je het over neuken, likken, pijpen, dat soort dingen wil hebben, om aan te geven wat gesuggereerd moet worden. En je bent bezig om die woorden te verbloemen of om daarheen te werken. Ja, dat wordt een hele... dat wordt een hele krampachtige set op zo'n manier. En, dus dat zijn barrières die je dus moet nemen. En ik blijf het elke keer weer lastig vinden. En, maar op een gegeven moment, als dat ijs gebroken is, dan praat dat allemaal een stuk helderder. Zoiets. Toch een vraag in. Hoe gaat het met de film? Goed. Het gaat nog even. We hebben alle heftige scènes al bereid. Ik vind het dat ik Joep zit ons. Ja, gaat goed. Cameraman. Joost, camera werk. Ja. Nee, sfeer is heel goed, vooral vind ik. En de catering. Gordijn dicht. Maar verder, ja, kunnen we er nog over zitten. Ik denk van wat is dit? Vliegen los gedaan. Even die rotzooi met die camera hebben. Rol. Ja. Even je afstand ding pakken, als je toek eruit hebt, want ik moet weten dat ik hier heb. Moet je kijken wat er nou allemaal in beeld staat, hoe moet ik nou mijn plaatje goed maken? Wat zie je allemaal in beeld staan dan? Hier, die letters allemaal, dat hoort er niet in. Ja, wie doet het dan? Kees, er zit een briefje onder je ramen van je auto. En daar staat op, ik ben zo vrij geweest om het even te lezen. Misschien vindt u het aardig om de volgende keer uw auto gewoon helemaal voor mijn oprijpad neer te zetten. Dan weet ik zeker in ieder geval dat ik er niet meer in kom. Mag ik even passeren? Ja. De buurman heeft een briefje onder je auto. Voor u. Zit die mee, hè, Kees? Komt u niet mee? Ik zal hem een brief terugschrijven dat het een oud wijf is. Laat het eens op. Ik vind het een mooie nacht, Sam. Bambi zit daar. Toch, de Bambi. We zijn allebei wel belast, hè? Belast? Die man heeft zijn dag niet. En... Maar het was ook, Diana is ook een beetje overgevoelig. Nee, dan moet je in Amsterdam. Nou, niks. Blijf moeilijk met die zin, hoor. Ja. Welke? Ja, die hiervoor. Ja, ze hebben wel erg veel invloed op haar. Prima. En jullie blijven hier ongeveer 1,5 uur? Zoiets. Ik denk, wij hebben gepland om 6 uur te gaan lunchen en dan zijn we hier op weg. Oké, bedankt. Oké, okay. Bedankt. Dag. Oké. Door. Je kunt blijven liggen. Ja, ik heb dit shot heb ik nu al gezien. Of proberen op te pikken vanaf het neerkomen. Ja. Ja. Ah. Oh.
Oké, okay, laten we het gewoon proberen, jongens. Camera loopt. Camera loopt, geluid loopt. En actie. Ach. Die broekjes. Ja, maar dit is het gewoon. Dit is ja, dit is zo echt overhaast. Jezus. Allemaal wat gouden kalf zullen we denken. Mooi het paars zo in de bos. Alles ja, voor de film. Ja, alles voor de film. Dan Nienke. Ja. Je bent klaar? Ja. Met de film ook? Ja. Hoe voelt het nou? Ja, hij is... Lekker. Lekker, maar wel jammer ook wel eigenlijk. Heb je het leuk gehad? Ja, ik heb het heel erg leuk gehad. Ja. Denk dat het een goede film gaat worden? Ik denk dat het een hele goede film gaat worden. Ja, ik ben wel nieuwsgierig naar hoe het wordt en zo. Dus, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ja, maar het was heel erg leuk in ieder geval. Leuke tijd gehad. Maar ik geloof dat ik nog één dag moet, misschien. Maar dat is nog niet helemaal zeker. Oh. In die club. Oh. De club.